Wellicht komt het eerste personage van Turkse afkomst binnen de Nederlandse literatuur uit de pen van Halil Gür. Hij schreef in 1984 de verhalenbundel Gekke Mustafa en andere verhalen. De hoofdpersoon van deze verhalen is Mustafa, een illegale gastarbeider die hoopt op een verblijfsvergunning en ondertussen te maken krijgt met culturele verschillen in zijn nieuwe land, Nederland. En wat opvalt is dat de islam vrijwel geen rol speelt, althans niet expliciet. Het waren andere tijden. Zoveel anders vergaat het Eus, de hoofdpersoon uit het gelijknamige boek van Özkan Akyol, die daarmee volgens eigen zeggen een semi-autobiografisch boek schreef. Deze hoofdpersoon groeit op in een gezin waar het geloof van het herkomstland van zijn ouders, Turkije, eigenlijk geen rol speelt. Daarnaast is zijn vader een alcoholist. Maar als je gaat kijken naar mijn vader, dan weet ik zeker dat er niemand op de wereld is die kan zeggen dat hij iets moois heeft nagelaten. Toch heeft de islam invloed op zijn leven als hij een Turks vriendinnetje krijgt uit een religieus gezin. Of wanneer de vader van een van zijn beste vrienden is overleden en hij daarvoor naar de moskee gaat. Het zijn momenten waarop hij besluit maar te liegen en hij doet alsof hij gelovig is. Dit boek is een zogeheten schelmenroman. Eus groeit op in een kansarm gezin, doorloopt de MAVO, krijgt een baantje als afwasser, schrijft zich alleen maar in bij een ROC om studiefinanciering te ontvangen en ondertussen probeert hij via lucratieve handeltjes aan geld te komen. De meisjes komen en gaan, er wordt regelmatig geknokt en het macho testosterongehalte vliegt soms van de bladzijdes af. Poedelnaak lag Meltem op bed. Ik greep haar neukteugels vast en verloor de controle over mezelf. Ze knoopte mijn broek los, trok mijn geslacht eruit en propte dat in haar lijf. Godverdomme, serieus, het leek alsof ik buiten mezelf was getreden. Met flink wat tegenzin begon ik te stoten. Ik wil haar pijn doen. Er loopt qua inhoud een duidelijke lijn van Jan Kramer naar Özkan Akyol met een vleugje Herman Brusselmans. En opvallend aan al deze schrijvers is dat ze het goed doen in de media. Maar toen ik hem in het echt tegenkwam, dacht ik van het is nog veel nadere man dan ik dacht. Niet mooi, ook niet heel goed geschreven, wel interessant. Het leest als een aaneenreiging van stoere verhalen en mannenmoppen. Eus is een schelmenroman die alle kanten opzwiert met af en toe opvallende woorden die een beetje uit de toon lijken te vallen. Met seksscènes, een schaap dat geslacht wordt, stiekem eten tijdens de Ramadan, een portie eerwraak, dure auto's, criminele zigeuners en steeds weer komt de politie het feestje verstoren. Bij de Bollenstreek denk je natuurlijk aan de Bollevelden, de Keukenhof, de Bloemencorso en de Bollenboeren. Een belangrijk onderdeel bij de productie van de bollen is het ziek zoeken, oftewel de zoektocht naar bollen met een virus of een bacterie die de hele oogst zouden kunnen verpesten. In haar roman Ziekzoekers lokaliseert Annegine Goemans haar verhaal midden in die Bollenstreek, waar een succesvol bollenbedrijf wordt doorgegeven aan de volgende generatie. Hoofdpersoon is Roelof, zoon van de zojuist gepensioneerde Max die in Amerika is gaan wonen. En Roelof doet het allemaal net even iets anders en heeft een paar ambitieuze plannen, alhoewel het daar in het begin van het boek nog niet helemaal op lijkt wanneer hij zijn auto in de sloot heeft gereden en bij zijn moeder intrekt. Maar het is aan Roelof om te bewijzen, en dan vooral aan zijn vader, dat hij wel degelijk talent heeft en kwaliteiten bezit. Zo heeft hij plannen voor een panorama Bollenstreek, iets zoals de Panorama Mesdag die toeristen moet gaan trekken. En hij stelt voor om de Italiaanse opera als het thema van de volgende Bloemencorso te kiezen. Daarnaast rijdt hij rond met de stinkende hond van zijn moeder, ontmoet hij de nieuwe vriend van zijn ex, heeft hij strubbelingen met het personeel van het bollenbedrijf en wordt hij lastiggevallen door een beleggingsfonds. Goeman strooit met komische situaties en koppelt dat aan de voorgeschiedenis van de familie, waarbij de oude bollentelers naar Amerika gingen om daar de bollen in grote getalen te verkopen. Ziekzoekers is een even knappe als compacte roman waarvan een opmonterende werking uitgaat. Ziekzoekers is dus een streekroman waarbij de schrijver aan het begin veel lijntjes uitzet en met komische en tragische figuren. Een bollenstreekhatende zus, een debiele broer Leo, de racistische Amerikaanse vrouw van Max, een bollenteler die zich in vrouwenkleren hult en de chef van de drukkerij die aan zenboeddhisme doet. Ik kan hier nu, terwijl ik dat punt zie, kan ik toch het hele veld hier zo zien. Het boek bevat wellicht iets te veel lijntjes, maar van saaiheid is geen sprake. En dat in de normaal gesproken zo tuttige Bollenstreek. En dat mag ik zeggen, want ik kom er vandaan. Het boek Nader tot U van Gerard Reven zal voor altijd verbonden zijn aan het ezelproces, oftewel de rechtszaak die de schrijver aan zijn broek kreeg wegens godslastering en die hij overtuigend won. Een literair evenement uit de 20e eeuw zonder weerga met een prachtig staaltje retoriek waarover ik al eerder twee video's maakte. Maar het fragment waarvoor hij werd aangeklaagd is eigenlijk maar een minuscuul element
uit dit bijzondere boek. Nadat tot u bevat 5 brieven en een handjevol gedichten, geestelijke liederen genaamd. Eerst maar even over die brieven, waarmee de schrijver de lijn voortzette die hij al in zijn eerdere briefroman Op weg naar het einde was ingeslagen. De brieven zijn zoals brieven toen ze nog geschreven werden ook vaak waren. Van de hak op de tak erg anekdotisch, terugblikkend en in het geval van Reven heel erg reviaans. Een citaat. Hiermede heb ik dan weer een van de ontelbare nutteloze geschiedenissen die ik ken, die geen begin of einde hebben, maar als kankers in elkaar uitgezaaid, aan elkaar vastzitten, op schrift vastgelegd. De cynische toon wordt afgewisseld met verheven idealen. Religie wordt gecombineerd met seks en het afzeiken van andere mensen met tragische sterfgevallen. En ondertussen veel drank. Tussen al die anekdotes is een aantal motieven op te merken die veelvuldig terugkomen. Zo rept Reven over zijn ultieme meesterwerk, zijn droomboek, het boek van het violet en de dood. Een boek dat alle andere boeken overbodig zou moeten maken, zelfs de Bijbel. Nog meer droombeelden zijn te vinden in de figuur van de meedogenloze jongen, zeg maar de homoseksuele superhunk in de ogen van Reven. Iets anders wat opvalt en wat typisch Reven is, is dat hij fictie gebruikt, als we de brieven even als fictie beschouwen, om kritiek te geven op recensenten die zich in het verleden negatief over zijn werk hebben uitgelaten. En dat doet hij haast in ambtelijke taal. Voorts beschuldigen bedoelde recensenten mij van dingen waar ik nooit aan gedacht heb. En vallen ze in mijn werk een strekking aan die ik er nimmer in heb willen leggen en die er ook niet in ligt. Tenminste, niet voor wie in staat is te begrijpen waar het boek over gaat. Een eigenzinnig boek dat eindigt met gedichten waarin religie, seks en drank een eenheid vormen. Een boek waarin de schrijver speelt met elementen die de lezer kon en misschien ook wel nog steeds kan shockeren. Ik ben echt gek op je, Jezus nog aan toe. Ik zal zorgen dat je elke jongen krijgt die je hebben wil. Of als je meiden wil, kan dat ook. Ik zal ze voor je uitkleden en vasthouden terwijl je ze bezit en bereidt. Ik wou dat ik een mooi geil zusje had van 15,5 of 16. Ik wil haar horen schreeuwen als je met je enorme tamp in haar gaat. God nog aan toe enzovoorts. En dat dus allemaal onder het mom om nader tot u te komen. Oftewel, nader tot God.